De eerste messenger ging uit, wij kregen politiepersalarm, bericht gemaakt, op de site gezet. De volgende ochtend belde de voorlichter op, ik zeg, goh, is er al wat meer bekend? Er zijn vast nog geen aanhoudingen, anders had ik het wel gehoord. Nee, niks aan de hand. Woensdagochtend krijg ik persberichten, waren zondagavond 2 mensen aangehouden. Onbegrijpelijk. Het was een moord, klaarlichte dag. En de politie vroeg nog steeds getuigen, terwijl gewoon de verdachten die zaten al vast. Je kunt een opsporingsbelang hebben, maar dan kun je niet 3 dagen lang hard houden. Er zijn mensen die daar wonen, die zich ontzettend ongerust maken. Die weten niet wat er in die flat is gebeurd. Die weten niet waarom die man is vermoord. Of het misschien wel een crimineel was. Of dat er ruzie was in de huiselijke sfeer. Nou, uiteindelijk heb ik daar een blog over gemaakt. Nou, dat heeft wat aandacht gekregen. En heeft de afdeling communicatie van de politie openlijk haar excuses aangeboden op die blog. Nou, dat vind ik echt heel. Dat vind ik gewoon supergoed dat ze dat gedaan hebben. Maar ja, het was natuurlijk niet nodig geweest. Als je dan nagaat dat ja, je op zo'n manier de mist in gaat. En ja, blijkbaar ook misschien een rechercheteam zegt van ja, we zijn bezig met onderzoek. Hou het maar even stil. Of ze melden het niet eens. Politievoorlichting is nog te vaak afhankelijk van mensen in het korps. Van een teamleider bij de recherche die zegt, nou doe maar wel of doe maar niet. Een van de voorbeelden die ik jullie ook graag wilde vertellen is, ik zag dat die hier ook is, wat in de Eindhovense binnenstad speelde. De politie is tegenwoordig op YouTube filmpjes niet in altijd even plezierige situaties te zien. Politiemensen zijn ook gewoon mensen, er gaan dingen mis. Ze parkeren dubbel als ze even een frietje willen halen in hun avonddienst. Tuurlijk, ik weet dat politiemensen hartstikke druk zijn, dat ze niet altijd even veel tijd hebben. Maar ja, een burger weet dat niet. Die ziet gewoon een politieauto dubbel geparkeerd staan en daarna een man met een witte frietzak naar buiten komen en vrolijk weer in zijn auto stappen. Als je ziet dat politieauto's soms gewoon zonder zwaailichten de rood rijden en dat stelselmatig doen, dan gaat jou dat als buurtbewoner opvallen. Ik zou het ook heel mooi vinden als de krant, hè, de centrale rol die een krant kan spelen in de gemeenschap, dat we die daar weer verder mee vergroten. Ik zou dan naast Jeroen staan, allebei met een telefoon die hetzelfde verhaaltje opneemt? Of hoe gaat het gebeuren? Misschien wel. Zoals ik het nu zie, liggen voor ons op dit moment met die nieuwe aanpak alle mogelijkheden open. Dus het is voor ons ook echt een manier om te gaan kijken van, nou ja, wij halen een verhaal binnen, we gaan iets onderzoeken. En we gaan kijken op welke manier we dat het beste kunnen presenteren. Het is ook wel grappig trouwens om te zien die overvallenkaart. Wij zijn daar zelf als krant mee begonnen. En het mooie is misschien ook wel dat de politie heeft gedacht, nou, zo'n goed idee gaan wij ook doen. En inmiddels gebruiken we die van hun. En want ja, die is gewoon actueel goed aangevuld. Dus dan zie je dat je zeker in Web 2.0 goede ideeën van elkaar kunt overnemen en verder kunt ontwikkelen. Ja, je stelt dat de politie open en eerlijk moet communiceren en in principe alles moet vertellen wat er aan informatie binnenkomt. Maar vind je niet dat iedereen daar zijn eigen professie in heeft? Ook heb ik gezien in je blog dat op de krant er ook een discussie is of dat je het filmpje niet zou door laten zien, in ieder geval op internet, over de aanrander zoals we die straks gezien hebben. Daarin is ook de discussie dat het ED zegt van ja, wij hebben daar een mening over, wij vinden daar wat van. Zo heeft de politie ook zijn of haar professie en zegt van nou, wij willen vooral goed nieuws communiceren. Ja, alleen het verschil is dat wij geen overheidsinstelling zijn en jullie wel. En ik moet zeggen, ja, het filmpje mogen een goed voorbeeld zijn. Er is natuurlijk heel veel discussie over ethiek in de journalistiek en ik vind het ontzettend goed dat zo ontzettend op de agenda staat. Want het is iets wat social media zijn daar echt best wel een bedreiging voor, tenminste zoals ik erover denk. En ik merk dat wij bij de krant continu ook bezig zijn. Net zoals dat jullie moeten afvragen, we hebben dit nu gedaan, ja, misschien moeten we het de volgende keer anders doen. Geldt bij ons ook misschien dat wij over een half jaar zo'n filmpje wel doen of niet. Maar ja, ik vind wel als krant moet je gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen. Je moet niet denken van nou ja, omdat de politie zo'n filmpje vrijgeeft, doen wij dat ook. Wij vonden zeg maar, de zwaarte van het schenden van die privacy, vonden wij niet opwegen tegen het feit wat die man had gedaan. Hè, dat hij schennis had gepleegd. In een winkel. Maar zeg je daarmee eigenlijk ook van die zorgvuldige afweging heeft de politie niet gemaakt? Want ik neem aan dat jullie hem gemaakt hebben. Alleen bij jullie is die anders uitgevallen dan bij ons. En ik denk als je nu... ik weet ook niet of de politie misschien van tevoren heeft verwacht wat de rijkwijde van het verspreiden van zo'n filmpje was. Die is natuurlijk ook op diverse manieren opgepikt. En zo'n man staat dus nu wel tot eeuwigheid en toch op minder prettige poses op internet. Het kan er niet meer af. Hè. Wat je opzet, kan er niet meer af. Het blijft gewoon bewaard.
Nee. Dat is misschien een hele mooie overgang naar de vraag vanuit Twitter. Waar iemand zegt van, joh, jij breekt eigenlijk een lans voor van, nou ja, privacy. Enerzijds zeg je van, heel erg belangrijk, want blijft tot de eeuwigheid, blijft je erop. Je zei er straks ook, de burgers willen heel erg graag weten als er iets is gebeurd in de straat. Maar dan hebben we hier iemand die zegt van, ja, ik lees het even op. Ik begrijp dat Fleur best als ze het liefst gelijk de daderwetenschappen wil publiceren. Sorry, slachtoffer, weg onderzoek. Dat is natuurlijk wel de kant van het verhaal. Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel de afweging die je in je eigen professie maakt. En ik denk ja, dat iedere professionele journalist zal weten dat je dat dus niet doet. Dat je dat ook een voorbeeld van een zaak bijvoorbeeld waaraan je kunt zien dat je ook als krant je eigen verantwoordelijkheid neemt. Ook in ethiek en moet je iets wel of niet doen. We hebben hier jaren geleden de ontuchtaffaire gehad in het Anne Frank-plantsoen. Dat was nog in de tijd dat je ook ja, nog vrij vrijelijk met politiemensen kon praten. Tegenwoordig, als ik een individuele politieman opbel, gaat de horen er echt meteen op. Want er is nu gewoon verboden om met de pers te praten. Mensen zijn daar echt ontzettend bang voor. Om, ja, dat het toch dan misschien uitkomt dat ze met de pers praten. Maar in die zaak had ik op een gegeven moment ja, via allerlei bronnen uitgevogeld dat de hoofdverdachte HIV besmet was. Nou, je zou kunnen denken, ontzettend ja, echt nieuws hè, voor de krant. Maar we hebben dat een week laten liggen. Gewoon om daar goed over na te denken, gaan we dit publiceren? Wat zijn de gevolgen voor de verdachte, voor de slachtoffers, voor de omgeving van de verdachte? Je moet je daar als journalist voortdurend bewust van zijn. En het is absoluut niet onze taak en ook niet ja, ons doel om een onderzoek kapot te maken. Maar ja, je moet elkaar daar wel in het midden vinden. En ik denk dat je op dit moment de politie te terughoudend is. Ik heb vanmiddag gehoord dat een aantal, nou vroeger had de afdeling communicatie jouw parochie in de contacten. Deze tijd gaan steeds meer mensen communiceren. Maak je daar gebruik van? Want ja. Dat bij jezelf, dat was de kunst van, ja, maar weet iedereen wel wat je mag vertellen en vertellen ze niet te veel of te weinig. Ik kan me voorstellen dat jij denkt van, afdeling communicatie. Top, maar ik vraag niet om het erbij te hebben. Ja, ja, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, maar het, misschien is het wel het mooie van de relatie tussen de journalisten en neem een regiokorps. Ja, ik kan iets heel vervelend schrijven of ik kan ontzettend mijn eigen weg kiezen, maar de volgende dag kom ik opnieuw bij diezelfde voorlichtige informatie. Nou ja, ik kan je vertellen, als je ja, 4 of 5 keer gewoon dingen doet waar je ontzettend niet blij mee bent, ja, dan wordt je werk wel steeds moeilijker. En ik moet zeggen, wij hebben, alle voorlichters hier ook, dat zijn een golfbewegingen. En je maakt altijd je eigen afweging. En ik heb er echt begrip voor dat politiemensen soms zeggen van, ja, je kunt dat wel zeggen. Of je kunt van alles weten van een dader of van een slachtoffer. Maar wij willen het niet bevestigen. Maar het gaat mij met name om de feitelijkheden. Het feit dat er een insluiper actief is, maar dat hij nog niet gepakt is. Ik vind, dat moet je echt communiceren als politie. Je kunt je gewoon niet alleen maar aanhoudingen communiceren. En het feit dat er steeds meer op straat ligt, dat maakt het voor ons natuurlijk wel makkelijker. Ik denk soms ook wel eens, je kunt beter als politie de regie meteen nemen. Want ja, het komt tegenwoordig, alles komt uit. Ja, maar nog even terug. Ik werk niet bij een politiekorps, dat maakt misschien wel makkelijker. Doen wij dat als politiekorps bewust? Alleen communiceren als we aanhouding hebben? Of zijn we het ons niet bewust? Is het toeval? Nou, wij zijn natuurlijk wel heel erg alert op dat wij natuurlijk geen onveiligheidsgevoelens willen aanpraten die misschien helemaal niet reëel zijn. Want die suggestie wek je natuurlijk wel van ergens ingebroken in die straat op dat huisnummer. Dus de buren zijn morgen aan de beurt. Waarom zou dat zo zijn? Dus dat is wel een achterliggende gedachte waarop er wel nadrukkelijk een persbeleid is opgesteld. Maar ik ken hem niet uit mijn hoofd eerlijk gezegd, maar dat is wel een van de achterliggende redenen. Van, we gaan geen onveiligheid communiceren. We communiceren liever veiligheid, dat mensen zich, maar daarnaast wel natuurlijk van, goh, wijs op, wees wel altijd alert. En vandaar de nadruk van interactie. De extra ogen en oren in de wijk zijn toch die van de burgers. En op die manier wel die samenwerking zoeken, maar niet in de zin van, ja, we communiceren onveiligheid. Dat zit er inderdaad wel achter. Dus ja, wat Fleur zegt, dan misschien kunnen anderen op reageren, maar het is wel een beetje de uitleg van het persbeleid. Ja, daar wil ik wel even op reageren. Ja, want, je ziet dan in het buitenland met name ontwikkelingen waarbij veel meer aan informatie wordt prijsgegeven.